Dit is echt goed, jongens. En nieuw vuurwerk. 30 november en de Lidl in Nederland gaat vuurwerk verkopen. Categorie 1 vuurwerk. Jaren geleden was dit echt een hype. Hadden ze het beste kat 1 wat je maar kon kopen in Nederland. Wij gaan het vandaag voor jullie testen. Want we maken deze video speciaal voor jullie om te kijken welke artikelen wel de moeite waard zijn. Voordat we naar binnen gaan, jongens, hebben we een mooi pakketje binnengekregen van pyroproducts.nl. De eerste 15 mensen die de code PTD15 gebruiken, krijgen 15% korting op hun bestelling. En geloof me, dit zijn de beste aanstekers die je kan krijgen voor oud en nieuw. En voor de rest kan je PTD10 gebruiken voor vast 10% korting. Deze aanstekers hebben ze ons opgestuurd. Jullie kennen ze wel. De sticks. Ik zou zeggen, mocht je nog een aansteker zoeken, pyroproducts.nl. Je ziet het hier en een link in de beschrijving. Yes, jongens, we staan hier voor het schap bij de Lidl. Alles is hier gevuld. Het is wel heel anders dan vroeger. Want vroeger was het hier gewoon vechten geblazen, figuurlijk gezien. Want dan stond er gewoon een rij buiten voordat de winkel openging. Nu niet. Mooncrackers, 2 euro voor een pakje. Dan heb je de flashing shots, die zijn nieuw dit jaar. 18 stuks erin. Rattlesnakes, oftewel de knetterlinten, 36 stuks voor 3 euro. Er waren vroeger iets dikkere verpakkingen, maar we gaan even kijken hoe het dit jaar zal zijn. Of het de moeite waard is, gaan jullie zo meteen allemaal zien, want we gaan alles even kopen, van alles één. En dan gaan we kijken wat de moeite waard is voor jullie om te gaan halen. Hier nog even voor de vergelijking, jongens, want we hebben nog een pakketje knetterlinten van een paar jaar geleden hier. Dat was wel Weco, nu is het Leslie geworden. Kijk het verschil. Deze waren ook 3 euro en daar zaten 60 knetterlinten in. Deze zijn 3 euro en daar zitten er 36 van in. We staan op locatie, jongens. En wat voor locatie. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar het is echt ijskoud hier. Gelukkig, want dan is het wel windstil, geen regen. En je ziet hier gewoon ijs liggen. Moet je kijken hoe deze eruit ziet. Daar gaan we mee stoken. Nu eventjes. Check hoe goed dit is. Op het ijs. Nou, geluidloos vuurwerk. Heb ik ooit jarenlang voor gewaarschuwd. Dan hebben we de rattlesnakes. Maar ook die oude. En die wil ik echt even voor jullie testen. Vergelijken, sorry. Rattlesnakes. Hoe zijn de knetterlinten dit jaar? Maar wel beter dan vorig jaar, geloof ik. Ja, maar moet je kijken hoe ze waren. Zo waren ze een paar jaar geleden. Dit zijn de oude? Dit zijn de oude, ja. Oh, hetzelfde. Wel, man. Gaat alleen iets sneller. Gaan we nu even over naar deze. De Mooncrackers maken gewoon eigenlijk vlindertjes. Ik vind het echt bizar. Verheerlijking van illegaal vuurwerk eigenlijk. Ja, deze zijn het beste. Ja, man. Zo, voor dit kan je wel naar de Lidl toe. Dit is echt het beste vuurwerk. En ook niet duur, 2 euro per pakkie. Precies, 10 cent per stuk. Ja, die zijn echt het beste wat je nu nog kan kopen. Het is 5,99 dacht ik. Ik vind dit niet de moeite waard. Vroeger had je flashing diamonds en nu zitten ze verpakt in een heel grote tunneking-achtig formaat. Maar het is niks meer, niks minder eigenlijk. Gaan we even over naar dit pakket. Want daar zitten ook luchthuilers in, zie ik. En weet je wat ik mis? Grondbloemen, jongens. Die mis ik ook echt van... Dat hoorde niet volgens mij, man. Nee. Welke was dat? Die gele? Die wil ik maar even opnieuw doen, man. Ah, die was niet slecht. Het was een beetje de oude knetter van vroeger. Laten we kijken of het ligt aan die gele. Ah, dit vind ik gewoon matig. Kijken of het aan die gele ligt. Die zijn wel goed, hè? Hé, maar volgens mij ligt het aan de gele.
nog een kans. Want als die nu ook goed gaat, die gele, dan weten we dat het wel best wel goed is eigenlijk. Mag alleen iets meer van mij zijn. Even kijken. Komt-ie. Dit is echt goed, jongens. En nieuw vuurwerk. Wat we dan ook nog hebben, zijn deze fonteinen natuurlijk. Al vond ik die wel tegenvallen vorig jaar. Levensgevaarlijk. Ik vind het alleen heel jammer dat er geen knet erbij komt. Laten we maar even dus overgaan naar deze fonteintjes. Man, wat is het koud. Echt niet normaal. Ik ben er niet meer gewend. Kijk, ik moet je zeggen, het is mooi, die fonteinen. Kijk, zo. Hey, die is wel de moeite waard, man. Ja, man. Ja, 100%. Die is echt de moeite waard. Ik mis de geel, man. Het doet zo weinig. Ik mis een beetje die crackling shots die dus eerst gilden en daarna knetterden. Helaas zien we die niet terug bij de Lidl. Kijk, dan moet je kijken, jongens, hoe glad het is. Er zit gewoon ijs op de tennistafel. Kijk, deze waren vroeger bij de Lidl en de Aldi echt heel goed. Van dit soort... Die zaten in die zakken, toch? Die zaten in een plastic zak, inderdaad. Mag ook niet meer. Kijk hoe deze is dit jaar. Nou, hij komt wel hoog. Maar ook hier mis ik denk ik een crackling of zo. Hebben we deze nog? Crackling specials. Ik dacht dat allemaal los in zat vroeger. Ja, lijkt net alsof het een nitraat is. Die gaat heel lang door, man. Is dat zo? Ja, man. Deze zijn wel goed inderdaad. Ja, dat zijn weer andere, man. Zullen we zien. Hier, kijk, die hebben kleurtjes ook. En die blijven doorknetteren. Gooi van heel een pakje, kijk. Ja. Babypijltjes. Huh? Ik dacht dat het babypijltjes waren, man, met geel. Night torch staat er. De torches. Nou ja, dat vind ik jammer. Inderdaad jammer. Ik kan ook even die crackling shots alsnog doen. Nu. Ja, ik zeg het elke keer verkeerd. Het zijn de flashing shots. Ik ga nu even een blauwe flashing shot aanzetten. Testen nu even die blauwe, jongens. Maar misschien hadden we net gewoon een paar slechte. Wat voor knetter komt hier vanaf? Dit is echt goed, man. Die flashing shots zijn echt goed. En dat echt de moeite waard is. Dus ik zou voor die flashing shots gaan. Kijk, dit is weer niks. Uiteindelijk blijken dus de flashing shots echt de moeite waard te zijn. Vooral de knetter die er later vanaf komt. Ik dacht aan het begin dat het wel tegenviel. Maar als je ze gewoon rechtop zet, komt er echt een hele goede knetter vanaf. Een beetje de ouderwetse kat 1. De mooncrackers zijn ook echt de moeite waard. Dat zijn die kleine vlindertjes, deze. Zo noem ik ze. Zijn zeker de moeite waard. Thanks voor het kijken naar deze video, jongens. Mocht je ook zo'n aansteker willen, dan kan je nog met de kortingscode snel bestellen. Dan heb je hem ook in huis, ruim voor oud en nieuw, voordat hij uitverkocht is. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Want vanaf nu elke dag een video, tot oud en nieuw.